In een woonwijk in Elst hebben afgelopen nacht 5 auto's tegelijkertijd in brand gestaan. Door de hitte van de Vlammenzee zijn ook de ramen en voordeuren van enkele woningen gebarsten. Rond 3 uur werden de hulpdiensten gealarmeerd en ze zijn de nodige tijd bezig geweest om het vuur volledig te blussen. In totaal hebben 5 auto's in brand gestaan en zijn er nog eens 2 auto's beschadigd geraakt door aanstraling. Alles wijst erop dat er sprake is van brandstichting. De politie is een onderzoek gestart. Gisteren zag je in onze uitzending dat er in Berg en Dal onvrede heerst over een nieuwe zendmast die midden in een woonwijk moet komen. Bewoners zijn er niet blij mee, maar toch zijn de plannen al in werking gezet. Wethouder Alex ten Westeneind van de gemeente Berg en Dal zegt hier vandaag het volgende over. Ik weet niet of er überhaupt iets mis is gegaan, want er is natuurlijk een bestaande situatie. Er staat een zendmast en er is een vergunning aangevraagd om een bestaande zendmast te mogen vervangen. Dat is inderdaad wel een ander type, maar uiteindelijk blijft er een zendmast. Die wordt wat hoger, de oude is 26,8 meter, de nieuwe wordt 30 meter, dat is wat hoger. Maar het is wel een ideaal punt om het hele dekkingsgebied, het is toch wat heuvelachtig landschap daar, om een goed dekkingsgebied te krijgen. En er is ervoor gekozen om hem dus 1 op 1 te vervangen, weliswaar met een ander soort mast, maar in principe komt er een mast voor een mast. Dat is wel de situatie die ontstaat. 3 mannen, waaronder een man van 40 uit Druten, zijn veroordeeld tot 15 maanden gevangenisstraf wegens hun betrokkenheid bij het opzetten van een drugslab in een loods in Wijchen. De rechter kan niet bewijzen dat ze drugs hebben gemaakt, maar acht ze wel schuldig aan het voorbereiden van de productie van amfetamine. De mannen krijgen een gevangenisstraf van 15 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Daarnaast moeten ze ieder een bedrag van ruim €8500 betalen. Dit zijn de kosten die de staat heeft gemaakt voor het opruimen van het drugslab. Leerplichtambtenaren in de gemeente Druten hebben afgelopen schooljaar bijna 22% meer zaken van schoolverzuim behandeld. De gemeente schrijft de forse stijging deels toe aan verbeterde registratie. Maar er was ook sprake van ernstig verzuim onder leerplichtige Oekraïense vluchtelingen. Ook zouden veel leerlingen nog kampen met naweeën van de coronamaatregelen. 1 leerplichtige werd doorverwezen naar Bureau Halt. Daar wordt een straf op maat opgelegd, zonder dat de jongere een strafblad krijgt. Bij 2 verzuimgevallen werd procesverbaal opgemaakt. Het Openbaar Ministerie bepaalt dan welke strafmaatregel er volgt. En dan kijken we weer even naar de sociale media. Wijkagenten West Maas en Waal melden een heterdaadje rondom diefstal van materialen in Dreumel. Oplettende burgers hadden het voertuig van de verdachte klem gezet en hielden 1 verdachte staande. Uiteindelijk zijn er 3 verdachten aangehouden, maar de politie benadrukt nog eens dat men verdachte situaties altijd moet melden. Gemeente Mook en Middelaar kondigt wegwerkzaamheden aan. Van 2 tot en met 10 april wordt asfaltonderhoud uitgevoerd aan de N271 Rotonde Mook. Daarnaast zal de gemeente ook de werkzaamheden uitvoeren aan het kunstwerk op de rotonde. En we blijven nog even in Mook en Middelaar, want de gemeente laat ook weten dat de Maas-clean-up wederom een groot succes was. Afgelopen weekend hebben vele vrijwilligers zich weer ingezet om de oevers van de Maas en de zijrivieren weer afvalvrij te maken. Wethouder Rodoe laat weten trots te zijn op de vrijwilligers.